die meertaligheid, wat we nu zien beleidsmatig, bannen uit de school, die geen plaats geven, in sommige extreme gevallen leerlingen straffen wanneer ze de eigen taal spreken, bijvoorbeeld op de speelplaats, is niet de juiste kwaliteitskeuze. Mijn naam is Piet van Avermaat. Ik ben verbonden aan de Universiteit Gent, met name aan de vakgroep taalkunde, waar ik ook lesgeef. En ik ben ook verbonden aan een onderzoeksgroep binnen de vakgroep, waarbij we onderzoek doen naar diversiteit en leren. En waarbij we vooral focussen op mechanismen van sociale ongelijkheid in onderwijs. Ik ga niet mee met de extreem negatieve verhalen over het is allemaal kommer en kwel in ons onderwijs. Ik ga ook niet mee met de omgekeerde verhalen, alsof er geen problemen zouden zijn in ons onderwijs. Er zijn wel degelijk een aantal uitdagingen. Die uitdagingen die situeren zich voor mij vooral op het beleidsniveau, op het systeemniveau. Maar tegelijkertijd zie ik dat heel veel leerkrachten, heel veel schoolteams, heel veel individuele leerkrachten onvoorstelbaar krachtig inspanningen met de leerlingen proberen te doen om die kwaliteit hoog te houden. Wat mij opvalt is in de zoektocht van het onderwijs als systeem en alle actoren die daarbij betrokken zijn om sociale ongelijkheid aan te pakken. En we weten dat sociale ongelijkheid een hardnekkig probleem is. Dat is niet iets van nu. Sinds het ontstaan van onderwijs stellen we mechanismen van sociale ongelijkheid vast. Wat ik vaststel is dat beleidsmatig om die kwaliteit, dat een deel van die kwaliteit is die sociale ongelijkheid aanpakken, om dat te proberen realiseren, wordt er onvoorstelbaar sterk ingezet op taal. Er is het idee dat als we het taalprobleem, men definieert dat dan als een probleem, als we het taalprobleem hebben aangepakt, dan hebben we eigenlijk voor een groot stuk de sociale ongelijkheid aangepakt. Het Nederlands van de school, die schoolse taalvaardigheid, is voor kinderen en voor jongeren cruciaal om inderdaad de kennis die ze krijgen in andere vakken te kunnen verwerven, om te kunnen leren, om te kunnen participeren in de samenleving. Maar wat nog belangrijker is dan de wijze waarop we beleidsmatig, en nogmaals, het gaat mij over de beleidskeuzes die gemaakt worden, niet zozeer over de competenties van die leerkracht, maar wat nog problematischer is in mijn ogen, in de beleidskeuzes die gemaakt worden om meer kansen voor kinderen te bieden om die kwaliteit te verhogen, is dat er eigenlijk een volledige abstractie gemaakt wordt van de meertaligheid van die kinderen en van die jongeren. Met andere woorden, men ziet de meertaligheid die die jongeren meebrengen in de klas en in de school, ziet men als een handicap, als een probleem, bijna echt letterlijk als een handicap in het leren van dat Nederlands. Dan zie je vaak dat in de hoofden van mensen de idee ontstaat, het is omdat jij thuis een andere taal spreekt, dat je daardoor minder succesvol bent. Maar eigenlijk, op het moment dat dat beeld in ons hoofd ontstaat, dan leggen we de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit niet in het systeem, maar leggen we de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit in de handen van het kind en zijn of haar ouders. En als het dan gaat over het bredere verhaal diversiteit en het belang van diversiteit in functie van het verhogen van de kwaliteit en de kansen voor kinderen, dan vind ik het zeer fascinerend dat we heel open zijn als het gaat over allerlei vormen van diversiteit. We omarmen diversiteit, we vinden diversiteit belangrijk, we vinden dat een school daar aandacht moet hebben. We stimuleren en sommige leerkrachten en scholen laten die diversiteit, die verschillende vormen van diversiteit toe in de klas en benutten die. Als het over taal gaat, is er meer terughoudendheid. Die talige diversiteit benutten, daar iets constructiefs mee doen in functie van het leerproces, daar zijn we terughoudend in, omdat er die diepgewortelde idee is dat die meertaligheid juist de kwaliteit van het leren in de weg staat. Terwijl alle onderzoek aantoont dat meertaligheid juist een belangrijke hefboom is in functie van die kwaliteit en die kansen voor kinderen. Ik wil hier een heel, heel krachtig pleidooi houden ten aanzien van onze beleidsmakers. Verander het discours over taal en meertaligheid. Overstijg de tegenstelling, de gepolariseerde tegenstelling tussen ja, het leren van het Nederlands is belangrijk om kinderen kansen te geven. Maar meertaligheid heeft daar een belangrijke plaats in dat proces. Zorg dat je wat dat betreft als beleid een verbindender discours hebt.
Daar begint heel veel. Want het is het discours op het macroniveau en de beleidskeuzes op het macroniveau die neerdruppelen op het niveau van de school en op het niveau van de individuele leerkracht. Ik nodig scholen uit om ook hun beleid, van hun beleid een krachtiger, meertalig beleid te maken. Nogmaals, waarin het leren van het Nederlands een belangrijke plaats heeft, maar waarin daar tegelijkertijd ook een sterke, constructieve, positieve plaats wordt gegeven aan de meertalige realiteiten die de kinderen binnenbrengt. Een school moet meertaligheid ademen, zichtbaar ademen, maar ook in alles wat ze dagelijks doet. Wij moeten leerkrachten ondersteunen om de kwaliteit van wat daar in die klas gebeurt voor het leren van het Nederlands en de kwaliteit om met die meertaligheid aan de slag te gaan, daar moeten we leerkrachten meer veiligheid geven. We moeten hen continu begeleiden, ondersteunen en coachen, zodanig dat ze inderdaad durven met die meertaligheid op een constructieve manier aan de slag gaan. Heeft dat grote financiële consequenties? Geen enkele. Maar het is wel een mindshift. Maar voor mij een fundamentele mindshift. Dus het kost de beleidsmaker, het kost de school, het kost de leerkracht geen euro meer of minder. Het is gewoon een keuze die je maakt in hoe je naar de diversiteit in je samenleving en de talige diversiteit in je samenleving kijkt.